Koos van Zomeren, alle vogels. De titel is een beetje misleidend, want het gaat niet over alle vogels, alle soorten vogels. Dan zou die enige duizenden soorten moeten bespreken. Maar het betreft hier alle stukken die Koos in de loop van zijn lange schrijversleven, een heel lang schrijversleven is dat, nog langer dan dat voor mij, terwijl hij toch jonger is, alle stukken die Koos over vogels heeft geschreven. Het begint in 1977, dus dat is al 40 jaar geleden. In een nieuwe revue begint hij over vogels te schrijven. En in allerlei publicaties komt hij op vogels terug, heeft hij over vogels geschreven. Hij is ook zelf naar gebieden geweest waar trekvogels vandaan komen en naartoe gaan vanuit Nederland in Afrika. Daar heeft hij onder andere over geschreven in Otto's Oorlog. Maar ook voor de Nieuwe Revue, voor Vrij Nederland, in de NRC. Overal zijn vogelstukken van Koos verschenen. Koos is een meesterstylist. Koos kan prachtig schrijven, werkelijk geweldig. Ik vind ook dat Koos allerlei prijzen zou verdienen en die heeft hij niet gekregen. Hij heeft wel de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gekregen en de Sjoerd Lijkenprijs. Maar ik vind een echte grote prijs, de PC Hoofdprijs of de Constantijn Huygensprijs, die komt hem allang toe. Hij heeft een geweldig oeuvre bij elkaar geschreven van ruim 60 titels. Van alles en nog wat, poëzie, thrillers, romans, essays. Het is een wonderbaarlijk auteur, echt zonder enige twijfel. Misschien dat het probleem een beetje is dat hij achter in het alfabet zit en de mensen kijken in de boekhandel, beginnen bij de A te zoeken en die komen niet zo gauw dan uiteindelijk bij de Z terecht. Dat zou een reden kunnen zijn waarom hij enigszins veronachtzaamd wordt. Maar ik vind dat volkomen onterecht. En als je dit prachtige boek leest met al die voortreffelijke stukken, bijna 900 pagina's, dan ben je weer diep geïmponeerd door zijn groot stilistisch vernuft, vermogen en al wat Koos in de loop van al die tijd over vogels heeft geschreven. En het is geweldig informatief en toch nooit op een zeurderige manier didactisch of ja, een beetje uitleggerig. Hij verstaat de kunst om het allemaal zo te schrijven dat je het als vanzelf ervaart. Wat een leuke informatie. Je hebt helemaal niet het gevoel alsof het een soort onderwijzer is. Nee, het is voorbeeldig. En ik ben daar natuurlijk ook als bioloog alleen maar jaloers op, want ik kan zo'n boek niet schrijven terwijl ik er notabene voor geleerd heb.